Dit is van een Amerikaanse kunstenaar. Ja, ja. En die maakt eigenlijk hele mooie glaskunst. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet, maar hij is een goede vriend van een goede vriendin van mij. Weet geslepen eigenlijk. Ja, het is mooi hoe dat overloopt naar de bovenkant. Dus het is ook meer rond, organischer. Hè? Ja. Hoe oud ben je nou? 72. 72. Maar mijn god, je ziet er nog vitaal uit. Ja. Dus de omteken. Oh ja. Kijk. Ja. Oh, je hebt een hele mooie verzameling, zeg. Ja. That invitation also to those who are on the phone line, so that together around this globe we amass an energy of support for this gathering. But this is a meditation I would lead that will also give the opportunity for us who are here in this peace festival to join all these other people. And The reasons for this event or for this cosmic convergence are several. In a sense, you might say we are people in different places on the earth that are converging for this. But then it is a day when some people celebrate the equinox, the autumn equinox, which is sort of a local cosmic event, if you like. It is also the time when the comet Yelenin, that has been so popularized on the internet, when it, in the next couple of days, it will be flying by in between the Earth and the Sun.